Earth Hour 2019 is afgelopen zaterdag gehouden. Het was de bedoeling dat de lichten in stad en district van 8:30 tot 9:30 s'avonds zouden uitgaan. Het thema voor Earth Hour 2019 is Connect to Earth. Volgens het VN Kinderfonds UNICEF heeft Suriname samen met 180 landen en 7000 steden voor minstens 1 uur de lichten uitgedaan. Aan Earth Hour was een loop gekoppeld die liep vanuit het Weesparaatgebouw aan de Eddie Brumastraat naar het Onafhankelijkheidsplein. Ook dit jaar werd gelopen met een geïmproviseerde aardbol om aandacht te vragen voor de aarde. Earth Hour wordt in ons land georganiseerd door het Wereld Natuurfonds WWF in samenwerking met de UNICEF, de Boy Scouts Suriname en Stichting De Backlot. Volgens de UNICEF wordt met deze activiteit miljoenen mensen op aarde gestimuleerd om rekening te houden met het milieu. Hierdoor wordt het catastrofale van klimaatverandering tegengegaan.